koninklijk bezoek in een hal met een koninklijke naam. Majesteit, ik nodig u uit om de officiële openingshandeling te verrichten. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Een centrum met nieuwe stalgebouwen, trainingsruimte en een rij- en evenementenhal. Rabotalent Riks van der Horst had vooraf een ontmoeting met de koning. Ja, als eerste parensporter die lid is van het Rabobank Talententeam mocht ik een handje schudden met koning Willem-Alexander. Dus dat was wel heel, heel gaaf en heel speciaal. Zei hij nog iets tegen jou? Ja, hij vroeg wat ik van de accommodatie vond en of ik er al eens een keer gereden had. En ja, wat mijn dromen waren en ambities. Dus ja, mijn doel is toch wel naar Rio, dus dat heb ik hem verteld. Met hem praten kon Dinja van Lieren helaas niet, maar zij liet de koning zien wat ze kon. Nee, ik ben niet per se meer zenuwachtig. Want ja, ik ben denk ik juist voor een wedstrijd eerder zenuwachtiger dan voor dit. Want ja, het is nu niet echt een competitie of zo. Maar ja, ik ben natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar wat de koning gaat doen en wat hij ervan vindt. Het nieuwe centrum is een lang gekoesterde wens van de KNAS en het KWPN. Kijk, wat je hier kan met elkaar is eigenlijk veel meer de paardensector en de paardensport, de paardenfokkerij eigenlijk positioneren. Nederland, nationaal, maar ook internationaal kun je dat nog veel beter neerzetten. Want kijk, paarden en paardensector en de paardensector, de paardensport is internationaal. Wij hebben te maken niet alleen met een Nederlandse markt, maar we hebben te maken met een internationale markt. En nu kunnen we met elkaar laten zien eigenlijk wat het Nederlandse paard kan. Wij herkennen in de sport 9 disciplines. Voor de sport betekent het dat heel veel disciplines nu aan de beurt kunnen komen die anders in het commerciële geweld niet aan de beurt zouden komen. Voor de fokkerij betekent het dat ze een centrum hebben, dat ze paarden kunnen hebben. Heel veel internationale gasten kunnen ontvangen worden, er kan gereden worden. We kunnen wedstrijden naar Nederland halen die we anders niet zouden krijgen in de samenwerking. Dus er is heel veel mogelijk. De KNAS en het KWPN hebben al een lange relatie met het Koningshuis. De koning zelf heeft natuurlijk een hele lange traditie in de paarden. Ik heb dat ook in mijn speech verteld. Toen hij geboren werd gaven we hem al een hobbelpaard. Toen hij 18 was kreeg hij een KWPN'er. Hij rijdt nog steeds paard. Ik heb het hem vandaag nog gevraagd. En hij heeft vorige week nog gereden met zijn dochter. Zijn dochters rijden allemaal. Zijn moeder is nog steeds actief. Zijn grootvader was zeer actief in de paarden. Dus daar zit een enorme band. Hobbelpaarden komen niet voorbij tijdens de clinics. Wel mooie tractaties van Jeroen Dubbeldam, Adelinde Cornelissen en IJsband Chardon. Een hele eer. Nee, was echt heel leuk. Echt gaaf. Tot ziens. Goeiedag. Tot ziens. Ik heb niet wat zeggen, oké? Okay? Bedankt. Ja, heel goed. Oh, wat leuk. Ga ik nooit meer wassen.